Nou, ik denk dat hier net terecht werd gezegd dat de NPO doet het natuurlijk gewoon ontzettend goed. Is een heel sterk merk en er gebeuren hele mooie dingen op die zenders. Het is wel bijzonder om te zien wat er bij de commerciële gebeurt. Ja. Het lijkt er soms wel een beetje de voetbalwereld, hè, waar de ene voetballer weer van de ene club naar de andere club gaat. Nou, dat mag natuurlijk allemaal. Het is transfertijd. Transfertijd. Ja. En volgt u dat dan ook in uw rol met extra interesse? Ook ja, sowieso vond ik dat altijd al interessant, maar nu natuurlijk nog een keer extra interessant. Ik ben zelf wel bezig om de publieke en commerciële wereld wel met elkaar in contact te brengen, want we zijn ook niet helemaal gescheiden werelden. Hè. We zijn ook maar een heel klein landje op die grote wereldbol en er gebeuren internationaal zoveel dingen. En hoe dan? Nou, om te kijken waar we ook gewoon wel zouden kunnen samenwerken of afspraken kunnen maken. Ik heb de partijen om tafel gebracht. Overigens, John de Mol heeft dat ook aan mij gevraagd of ik dat wilde doen en ik vond dat ook een terecht verzoek. Dus het is niet alleen maar met elkaar strijd voeren. Het is ook wel kijken van hoe kunnen we Nederland ook gewoon in een positie houden, ook in dat internationale krachtenveld. En het was nog nooit eerder gebeurd. Nee. Bleek dat deze partijen aan tafel zaten. Dus het was eigenlijk wel vrij uniek. En, is dat een goed idee? We zitten nog steeds aan tafel. We zijn goed in overleg. Ja. En ik hoop ook dat dat straks tot resultaten gaat leiden. Ja, en jij wat jou betreft? Ja, zeker. Want de problemen waar iedereen tegenaan loopt, die zijn natuurlijk redelijk hetzelfde. Niet alleen in de televisiewereld, maar ook in de krantenwereld. Want die zaten er ook bij. De oogpersgroep zat er ook bij. Ja. En wat John de Mol zelf altijd zegt, weet je, we kunnen elkaar dood concurreren, maar onze echte concurrenten zijn Google en Facebook, die de advertentiegelden wegtrekken. En daar moeten we proberen een vuist tegen te maken. En voor concreet voor de mensen thuis, aan wat voor samenwerking moeten we dan denken? Ja, nou dat kan op verschillend vlak. Je kan in talentontwikkeling, je kunt afspraken met elkaar maken. Want soms zit men elkaar natuurlijk ook wel een beetje dwars. Dus er zijn een heel groot aantal onderwerpen die dan de revue passeren. Ook wat voor samenwerking mag er zijn. Hoe gaan we onze content aanbieden? Kunnen we daar misschien ook afspraken over maken? Want het gebeurt natuurlijk op allerlei verschillende platforms. Dus er is een breed scala aan onderwerpen. En ik zou zeggen nog even wachten, want ik hoop wel dat uiteindelijk ook uitconclusies gaan komen. Maar het feit dat we aan tafel zitten is al winst echt. En dat is ook iets wat ik graag ook structureel zou willen voortzetten. Want het is eigenlijk heel vreemd dat ze met de ruggen naar elkaar toe stonden. Ja, dat heeft John de Mol eerder ook gezegd natuurlijk. Ja. Dat hij het best wel vreemd vindt dat er soms een beetje in de weg wordt gezeten qua samenwerking. Ja, maar ondertussen gebeurt er nu toch ook alweer van alles. Ja. Ook in onderlinge concurrentie. Nou, maar volgens mij moeten we daar proberen een beetje goede weg in te vinden met elkaar.